hoe kom je daar mentaal? Hoe kom je van, gewoon volgens mij ogenschijnlijk leuke levens, veel coaches en, nou ja, goed, prima. Superleuk. Maar hoe kom je ineens in die totaal alternatieve waarheden en vaak vooral, en het moment dat het eng wordt, en wanneer wordt het ook nog agressief? Ik bedoel, het wordt ook wel, zeker die protesten worden ook wel wat duisterder soms. En iets wat mij echt heel erg fascineerde, dat weet ik nog, is dat er zaten mensen tussen, heel veel mensen, als je terugscrolde, hadden ze een jaar daarvoor voor Black Lives Matter geprotesteerd. Ja. En ze waren nu, inmiddels zijn ze zo diep in dat corona beland, dat ze ineens zij aan zij protesteren met extreemrechtse mensen. Die ze eerder hebben staan bestrijden. En dat vond ik best een fundamenteel besef. Dat iets wat je zo, ik bedoel, racisme ook een heel fundamenteel probleem, daar hadden ze ogenschijnlijk hard tegen staan strijden. Ja. Dat je dat, die strijd verlaat omdat je dit nog belangrijker vindt. Ja, dat vond ik wel raadselachtig. Ja. Ja. Nee, ik was zeker ook heel verbaasd. Dat beschreef ik net ook al even, omdat het zo dichtbij kwam. Kijk, ik denk dat er verschillende dingen zijn. Je hebt, ik denk dat we hier allemaal mensen kennen die zich niet willen laten vaccineren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook ouders die dat wat langzamer willen doen bij hun kinderen. Die wat meer geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld homeopathie en alternatieve geneeswijzen. Dat zijn meestal ook hele linkse mensen. Maar nu is er een soort van overlap tussen mensen die zich niet willen laten vaccineren en die dat ook doen vanuit gezond wantrouwen richting de farmaceutische industrie. Dus die mensen, die zijn nu ineens vatbaar. Vooral nu ook eigenlijk na de documentaire zie ik dat ook bijvoorbeeld echt een goede vriend van mij die zich niet wil laten vaccineren, die nu aan het radicaliseren is, omdat hij zich steeds meer gediscrimineerd voelt. Mm-hmm. En hij nu ook hele linkse gast ineens naar die filmpjes op Weltschmerz zit te kijken. En dat is de verzamelplaats waar al het verzet tegen de coronamaatregelen zich bundelt. Dus dat vind ik ook het enge daaraan. Mm-hmm. Niet dat ik wil ook niet doen alsof ik het beter weet dan hij, want hij heeft ook zo'n gezonde verstand, zeg maar. Maar het is wel zo. Maar je begrijpt hem. Nou, ik begrijp dat hij zich zo voelt. Dat hij zich buitengesloten voelt. Want dat is ook zo. Ja. Ik vind het gewoon een heel ingewikkeld probleem eigenlijk. Het is enorm ingewikkeld. Dat is ook de reden waarom we hier zitten. En ook als zitten. Daarom is het ook wel een heel interessant onderwerp. Is die mensen die staan, zoals laatst, ik woon zelf in Utrecht. Ja. Weet je, bij dat restaurant, Waku Waku heet het volgens mij. Ja. Als die mensen daar met z'n allen staan en je kijkt van, nou, wie staan daar en wie kennen we? En je pelt al die draadjes af, dan kom je uit bij inderdaad hele andere kritiek. Of die nou komt uit een extreemrechts idee over een wereldorde die ons overneemt. Maar soms kom je, die ken ik ook, ook in mijn eigen omgeving, mensen die komen met een kapitalisme-kritiek of een big pharma-kritiek. Ja. Waarvan ik ook, en dan denk ik, oh god, ik heb ook wel eens gesprekken dat ik denk, oh, is je daar om te doen? Ja, maar daar zijn we toch een over eens. Ik merk ook dat, en dat is het fascinerende. Al die mensen hebben een heel ander pad bewandeld naar hetzelfde protest. Ja, het is wel interessant dat je dat zegt. Een vraag die ik nog had voor jou, Sunny, en daar mag jij ook op antwoorden hoor, Koen. Allebei, jullie zijn welkom. Die samenzwevers in jouw documentaire. Mm-hmm. Wij praten nu over hen als extreem rechts. Ook omdat ze vaak. Nee, dat is te kort door de bocht. Kijk, daar wil ik heen. Als ik kijk naar de mensen die ik geïnterviewd heb en die wij gesproken hebben, zitten trouwens twee researchers hier die voor mij alle demonstraties afgerond hebben, zeg maar. Dus die hebben nog veel meer mensen gesproken. Maar als je kijkt naar de mensen die we geïnterviewd hebben, denk ik dat je verschillende groeperingen kan zien. Er waren zeker een gedeelte die al helemaal in de QAnon of QAnon, hoe spreek je het uit? Theorie geloven. Dus die echt helemaal denken dat Trump de verlosser is en dat de Joden de wereld overnemen en allemaal kinderverkrachters zijn. Uh-huh. Dus dat was zeg maar de vrouw in het aardbeienpak. Ja. En er waren er nog wel wat. En dan had je hele politiek geïnteresseerde mensen, die veelal SP-stemmers, die zo teleurgesteld waren in linkse politieke partijen, dat de wat zij de allerbelangrijkste democratische grond
grondrechten vonden. Mm-hmm. Dus de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Vrijheid om zelf te beslissen over of je wel of niet een mondkapje draagt. En wel of niet gevaccineerd wil worden. Dat soort vrijheden. Mm-hmm. Zij vonden dat links dat verkwanseld had. En mm-hmm. sommige van hen waren nog steeds links blijven stemmen. Maar sommige van hem hadden daarom de overstap gemaakt naar Forum. Ja. En dan... had je nog gewoon de lichte sceptici, zeg maar. Hm. Maar dus die verschillende groepen zagen we. Dus het is zeker niet zo dat ze allemaal extreem rechts maar dat zichzelf zo profileerden. En ook al hadden ze op Forum gestemd, dan nog vonden ze zichzelf absoluut niet extreem. Daar was ik inderdaad benieuwd naar. Want aan de ene kant kan je zeggen, iemand is extreem rechts vanuit ons oogpunt. Maar er is natuurlijk ook een deel zelferkenning dat erbij komt kijken als je het hebt over identiteit. Ik vond dat zelf heel interessant. Want als ik ging doorvragen van je hebt op Forum gestemd... en dat is ook de leider die heeft gezegd... Europa moet dominant blank blijven. Of dat is ook een partij waarin bepaalde leden... hele antisemitische appjes hebben rondgestuurd... Mm-hmm. of racistische dingen hebben gezegd. Geloven dat de IQ van zwarte mensen lager is dan witte mensen. Dat soort dingen allemaal. Dan gingen ze dat allemaal bagatelliseren. En dat vond ik zelf heel interessant. Ja. Zo van, zo werkt het dus dat mensen achter een politiek leider gaan staan... en voor zichzelf gaan goed praten, een soort cognitieve dissonantie ontwikkelen... Mm-hmm. waarom die dingetjes niet zo erg zijn. Dingetjes, grote dingen voor ons. Maar dat is het eigenlijk proberen weg te Ja, zoals een donkere vrouw die ik dan vroeg over... hij vindt dat Europa dominant blank moet worden... die dan zei van, maar dat zal toch niet zo vaart lopen? Ja. Dat je denkt, maar... Dat is fundamenteel, Dat is inderdaad waar, Of er was één vrouw die dan begon... dat zei ik voor de grap, dat Thierry Baudet zo van Lavendo hield... en dat ze zei, maar dat is echt heel belangrijk... want dat betekent dat hij echt een heel goed mens is. Maar toen begon zij dus ook, want het zijn dus waarschijnlijk allemaal mensen die voorheen vluchtelingen gingen helpen en voedsel gingen. Dus zij erkennen zich eigenlijk niet in die term extreemrechts. Helemaal niet. Nee. Maar ze gaan wel langzaam. Want deze vrouw van die Lavendo en die piano, die begon ook over dat ze eerst zo pro-vluchtelingen was, maar dat ze nu wel zag hoe het echt zat. En toen zei ik, wat bedoel je daarmee? Toen zei ze, die mensen, dat zijn wel vaak de slechte die gestuurd worden. Dus hoe zei ik, gestuurd door wie? En toen was toch weer dat idee van er zit een complot achter. Zo'n omvolkingachtig idee. Dat vind ik ook hetgeen wat mij blijft fascineren. En ik probeer het altijd om te draaien, ook als ik met die mensen ga praten. Ja. Van hoe kan het nou dat je daar wel uitkomt vanuit zo'n achtergrond die begaan is met de wereld en met migranten. En het enige wat ik dan op een gegeven moment ook vaak naar die gesprekken kan concluderen is stel dat je het echt gelooft. Okay, wij geloven alle drie niet in die complotten. Maar stel dat je echt daadwerkelijk gelooft. Dat, volgens mij is Hugo de Jonge en Mark Rutte zijn voor mij nu bezig. Maar die deel zijn van een complot. En inderdaad in kamers zitten. En dat wij journalisten af en toe bij mogen. Ik bedoel, dat is echt een doodeng wereldbeeld. Maar ik denk wel, als je dat gelooft of daar delen van gelooft. Ja, dan wordt dat een nog fundamentelere kwestie. En dan, als je helemaal dat kamp inloopt. En je wordt geconfronteerd met... Nou, die hele goede vragen hoe verhoudt zich dat tot die andere strijd? En daarbij denk ik, hen is ook niks menselijks vreemd. Volgens mij, heel veel mensen maken inderdaad eerst uiteindelijk een keuze... en gaan hem dan achteraf ook weer verantwoorden. Dus dan moet je ook, je moet dat ergens in je hoofd op elkaar krijgen... dat je op Baudet hebt gestemd. Maar ik denk, het is wel... Mm-hmm. Ja.